Goedemorgen. We zijn op weg naar Haarlem. Haarlem, naar Nederland in ieder geval. Nou, eens kijken of daar plek is. Maar je weet het ook weer. De bosweide. Ja. De bosheide. Ik weet allemaal niet. Bos en weide, bos en heide. Weide. Weide. En we zitten natuurlijk nu nog in Duitsland. En we zitten in de buurt van Bergen. Mocht je hier nou in de buurt zijn. Ja, wij gaan er nu niet langs, want we zijn er al geweest. Maar heel indrukwekkend. Je hebt hier dus het Lagerkamp, zo heet het volgens mij een mooi woord. Bergen-Belsen. En dat is volgens mij of een doorgangskamp of echt een concentratiekamp geweest. Dat durf ik niet te zeggen. Maar in ieder geval uit de Tweede Wereldoorlog. En heel indrukwekkend om daar te zijn. Anne Frank, die ligt daar volgens mij. Tenminste in ieder geval een gedenkteken voor Anne Frank. Nou ja, in ieder geval... Ik ben daar geweest toen ik 20 jaar oud was. Toen was ik nog in de dienstplicht en daar werd ik heel erg stil van. Wij zijn een aantal jaar geleden zijn we er geweest. Dus mocht je hier in de buurt zijn, ga gerust kijken. Het is echt de moeite waard, klinkt heel lullig, maar het is wel heel indrukwekkend. Nou, wij gaan richting snelweg en dan gaan we kilometers maken. Ik heb het eerste wild gespot. Oh. Eekhoorn. Ja, dat zag ik niet. Hij zat op de stoep gewoon. Op de lift, hè? Ja. Hoe was de lunch? Oké. Hint. Oh. Donut. Neem de volgende rechts. Je komt dan aan op je bestemming. U heeft uw bestemming bereikt. Ja, we zijn beland, of geland, in Haarlem, camping de Bosweide, of camperplaats de Bosweide natuurlijk. En niet druk, twee campertjes, prima. En het voordeel, kijk eens, bomen. We hebben gisteren een flinke wandeling gemaakt en... Jacques, je houdt even pauze vandaag. Nou, ik wil toch mijn 10.000 stapjes zetten. Dus we gaan het dan ook doen. Zo. Ik zal gelijk een halve meter weg. Ja, het regent nog een heel klein beetje, maar dat is niet zo erg. Ik heb een geocache gezien. En er is een geocache. Dat is een soort kamp. In de oorlog Joden gezeten. En ja, allerlei dingen hebben er gezeten tijdens de oorlog. En de Joden zijn natuurlijk gedeporteerd, zeg maar. Toen hebben er weer andere mensen in gezeten. In ieder geval een soort kamp geweest. Het is helemaal weggehaald, maar er schijnt nu een soort herdenkingsplek te zijn. Een paar kilometer lopen. Dus dat is mooi voor een wandeling. Nou, en nu ga ik mijn mond houden. Dan ga ik misschien nog wat wild spotten. Nou, we lopen al een aardig stukje door het bos. We zijn even de weg overgestoken. Hier is ook nog camping Twilhaar. 15 minuten lopen. Ik denk dat het een soort camping is in het bos. Geweldig.
We lopen richting de schaapskooi van Trilhaar. Nooit van gehoord, jongens, maar ja, je hoort nu de weg nog. Maar het is hier weer prachtig mooi. Echt weer heel mooi. We zijn er bijna. En we zijn er. We mogen het wel weer een keertje schilderen. Dat is wel verzonde eigenlijk. Rijkswerkkamp Twilhaar. Ja, toch wel weer bizar om te zien. Weer heel apart. Ja, heel bizar. Onder het mom van gezinshereniging werden ze naar Westerbork gestuurd. De meesten gingen vervolgens direct door naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor. En dan moeten we natuurlijk nog een geocache gaan zoeken. Hoog in de boom staat hij, dus dat gaat niet worden, denk ik. Nog wel apart om te zien. Grote lijst, ongeveer denk 1,5 meter hoog. En de stenen erop, dat schijnt een gebruik te zijn als je bij een Joods monument bent. Als je er langs geweest bent om een steen neer te leggen. En de geocache moet hoog in die boom zitten daar. Dat is de hint. Maar ja, ga er maar aan staan. De plek ligt trouwens aan het Pieterpad. Dus mocht je het Pieterpad lopen, neem dan zeker een kijkje hier, want het pad loopt hier net achter. Tenminste, ik zag net iemand met een grote rugzak voorbij gaan, dus ik neem aan dat daar het Pieterpad ligt. Dus als je loopt, neem even een kijkje. Nou, uiteindelijk gevonden nu weer even. Maar hier met geocaching, kom je toch weer op bijzondere plekken waarvan je niet wist dat ze bestonden. En dit was er weer een van. En daarom vind ik het zo leuk om te doen. Dus ja, prima. Dus we gaan nu weer de weg terugzoeken. Altijd fijn, maar hier loopt een fietspad. Dus we gaan terug naar de camperplaats. Had ik wat bordjes gezien net. Camping Twilhaar. En die zie ik hier ook. En dan ga ik met mijn Google Maps kijken. Dan zie ik dat er zelfs campers staan hier midden in het bos. Dat vind ik wel even interessant. Ik ga even een kijkje nemen. Paadje gevonden volgens Google Maps. Loop ik zo de camping op hier. Ik weet niet of die gesloten is nu. Ah, dit ziet er wel waanzinnig uit. Hier staat iets. Pieterpadloper, welkom. A, B en C zijn trekkersplekken. Oké. Okay. Nou, oké. Ik loop wel een stukje Pieterpad, maar even een stukje filmen, jongens. Wat is dit gaaf, joh. De camping is helemaal leeg. Wat een waanzinnige plek, joh.
is hij wel gesloten hoor, voor het seizoen nu. Maar stookplaats. Daar overdekte stookplaats. Midden in het bos. Ik vind het geweldig. Hier heb ik wat info gevonden. En nee, ik sta niet gelijk wat anders te doen. Maar het is regenwater wat je hoort. Geweldig. Volgens mij loopt hier achter wel. Oh nee, ik dacht spoorleiding, maar ik zie geen sporen. Ook daar een hutje. Hier een hutje. Waanzinnig. En hier ben ik bij het bord. Oh, leuk. Er staat niet dat hij nu gesloten is. Dat vind ik zo raar. Maar goed. Wij staan verderop. Dus we gaan een stukje wandelen. Maar misschien is het leuk voor in de toekomst. Open april. Oktober. Dus is hij nou oktober wel open of niet? Ik denk het wel. Goedemorgen allemaal, het is mooi weer. Super. Jacques is er niet bij. Nou, Jacques, een beetje last van de heupen. Dus die loopt even niet mee vandaag. Ik blijf lekker bij de camper met mazzel. Een beetje wassen, een beetje ruimen. En ik ga de stappen weer zetten. Ik heb een routetje, iets van een kilometer of 12 geloof ik. Dus we gaan even lekker een tippetje maken. Over de Sallandse heuvelrug. Geen geocaches, dat doen we vandaag niet. Als er een trein aan komt. Het zou wel een mooie eindshot zijn. Fof. Fly. Maar goed, we gaan een stukje lopen. En ik zal af en toe wat filmen voor jullie. Pittig wandelingetje. Je hoort de wind, denk ik. Ik loop naar bovenin. Al uitzicht hoor. Dat is wel gaaf. Dat gewoon in Nederland. Hè? Je hoeft helemaal niet in Zweden te rijden, joh. Ja, dat is onzin. Zo prachtig mooi. Ik ben bijna op het hoogste punt van mijn wandeling. Nu heb ik even pauze. Dan gaan we aan de tweede helft beginnen. We zijn weer vertrokken van de bosweide in Haarlem. Het was 2 dagen is gestaan, eventjes lekker gewandeld, dat hebben jullie gezien. Bas gedaan, Jackie dan. Wat is dit nou weer voor geluid? Ga je er doorheen zitten blaffen, ja. Maar goed, gezondheid. Dank u. We zijn weer vertrokken. En we gaan naar het zuiden. We gaan een ander plekje zoeken. Nog een paar dagen is, dan moeten we weer richting het werk. Maar voorlopig hebben we nog een paar dagen te gaan. Ik heb geen filmpje gemaakt van de camperplaats zelf. Want die is er al. Dus als je het wilt zien, moet je eventjes zoeken bij de mazzel naar de bosweide. Misschien kunnen we de link hier inzetten, maar daar zijn wij niet zo goed in. Bij de beschrijving wel. Bij de beschrijving. Ik zal in ieder geval bij de beschrijving zetten. Goed, we gaan weer verder. En, kijken waar we uitkomen.
Hallo. Dit is Hardy. Daar zijn we weer. We zijn onderweg richting... zeg het maar, Jackie. Linden. Linden. De Kleine Geest. Oeh. Naar de Kleine Geest gaan we even twee nachtjes naartoe. Even weer wat vrienden opzoeken. Die staan er ook. Ook die we in Zweden tegenkwamen. Ja, ja. In Zweden. Dus die gaan we even opzoeken. Dat weten ze niet. Dus daar zijn we naartoe op weg. We zijn even bij Brugging geweest. Zonder succes. Ja, we hebben wat dingetjes. Maar dat komt goed. Mooi. Geen camper gekocht, dus je wilt dat soms denken. Nee. Helaas, dit keer niet. Goeie stond er niet bij, dus dan zoeken we maar weer verder. Ja. Dus een klein stukje rijden en dan zijn we er. Dik is weer aan de wandel. Het is de hele dag geregend. Dan heb ik een paadje uitgekozen. Daar word je niet vrolijk van. Ik zal het even filmen. Kijk, hier moeten we doorheen. Dan loopt er ook nog van die grote koeien. Dat moet je ook nog zien te ontwijken. Oh, een kutpad. Oh, een pieppad bedoel ik. Wow, zo bijna op mijn bakkes. Nou, ik ga het niet te lang filmen, want het zou nog wel eens mooi kunnen worden voor jullie. Ik kan één keer strak leggen. Maar goed, we komen er wel. Maar als je dacht dat het niet erger kon, dit gaat nergens over. Survival training. Fucking hell. Ik hoop toch niet wat van die koeien tegenkomt, dan moet ik weer terug. Nou ja, in ieder geval. Ik maak weer een wandeling met knooppunten. Dan kan je eigenlijk bij de camperplaats gewoon gelijk beginnen. Een wandeling van 1,5 km is dit. Maar in de zomer is het leuker, denk ik. Ah, het is wel leuk. Maar ik moet goede schoentjes aan doen. Nou ja, die heb ik gelukkig wel. Ik ben nog niet over de helft van de overtocht. We komen er. Machtig mooi. Spelen in de bar. Gaat steeds meer op een aflevering van Bear Grylls lijken. Zie je op paarden. Mooi paardje. Er staan een paar paarden in de weg. Ja, het is goed zo. Ik ga er wel mee. Denk ik. Ja, als je ooit wil survivalen, ga dan hierheen. Ja, die beesten zullen niks doen hoor. Maar ik ga er toch maar liever met een boogie omheen. Hé, hey, paard. Daar ga je ze. Nee, is mooi. Paarden lopen hier gewoon. Koeien ook. Die heb ik dan nog niet gezien. Maar... Goud.
Ik zal ze nog even filmen. Kijk. Staat hij. Vriend. Houdoe. We zijn weer vertrokken. Hoop. We zijn allemaal niet vertrokken. We staan niet zo snel. We zijn weer vertrokken bij de spekdonker. We zijn weer vertrokken bij de kleine geest. En nou, lekker een paar dagjes geweest, twee nachtjes. En nu gaan we even langs de Wit. Even een paar dingetjes kopen voor de camper. En dan, wat gaan we dan doen? Dan gaan we naar Spekdonker. Spekdonker. En we denken, hij is aan het filmen terwijl hij rijdt. Dat klopt. We staan in de file. En dat hoort ook niet, maar we staan in de file. We staan al anderhalf uur in de file. Ja, file van 3 kilometer. 3,5 uur. 3,5 uur zelfs hoor ik net. Maar goed, even welkom in Nederland, lekker in de file. Heerlijk man, echt mis dit. Maar goed, even wachten en dan gaan we even shoppen. Wat gaan we doen? Geocache. Geocache. Op loopafstand, ja, dat is meestal van de camperplaats. Aan de andere kant op, hier zijn we nog nooit geweest, maar we zien niet zoveel. Want het is een beetje mistig. Twee reeën kwamen hier vlak voor onze neus uit de bosjes. Hier, nog één. Waar is die dan? Ik zie hem gewoon niet op camera. En daar staan ze. Nou, drie reeën dus. Misschien komen er nog meer, maar... Zo, dat was dichtbij. Ja. Kijk, zo kunnen ze goed zien. Ze blijven mooi midden in het veld staan. Inzoomen verder ken ik niet. Oh, daar gaan ze. Nou, ze zijn niet plat gereden worden. Kom je een keer dit tegen midden in het bos? Gaarnig. Hier zijn we bij. Het bankje, de muistermolen. De muistermolen. En hier stond in 1292 een watermolen. Hoe ze dat weten? Dat weet niemand. Eerst hebben we. Op naar de volgende. Op naar de volgende. Als het goed is doen we de vier. Die liggen een beetje bij elkaar. En dan sjokken we weer terug. En we lopen hier nog steeds langs de Kleine Beerze, heet het volgens mij. Het riviertje. Riviertje, beekje, hoe heet het? Sloot. Maar, ja, we zijn hier toch al vaak geweest, maar hier zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Kijk, nou zijn we bij een geocache. We gaan niet zeggen welkom, want dat mag natuurlijk niet. Ik ben niet erbij. En daar zit hij. Lekker man. Nou, dat wordt even... Dat wordt hobby. Dat wordt hem. Hallo. Hoi. Hoeveel hebben we er? Vijf. Vijf toch? Vier. Vier. Er zitten al een paar uitdagingen bij. Ja. Maar goed, hartstikke leuk. En nu gaan we lekker terug, gaan we lekker in het zonnetje zitten. Halen. Zo. Ja, het gaat helemaal lekker. Ja.
zijn... Kijk, vlak voor snijden. Ja. Maar goed, we zijn weer vertrokken vanaf de spekdonker. We hebben niet gefilmd volgens mij, helemaal niks. Hup, dan gaat het weer terug. Kijk, we zijn een paar ruzie aan het maken voor ons. Oh, ja. Al een beetje opletten. En de vakantie zit erop. Het zit er nu echt op. Klaar, finito. Dat was het voor deze reis. Lekker nog even een paar dagen in Nederland gestaan. Even niks gedaan. We hebben lekker een beetje gewandeld en een beetje gewandeld en voor de rest niks. Dus dat was hem. Nou, vonden jullie deze leuk? Het was een beetje een vreemd filmpje weer. Denk je maar, geef dan een duimpje. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Want als je dat doet en je klikt dat belletje aan. Als je dan de volgende aflevering er is, want wij weten zelf nog niet wanneer die gaat komen, dan krijg je een melding. Dus wil je dat niet missen? Abonneren en op de belletje instellen. Dan krijg je een melding. Maar trouwens weer veel van zo'n volgens afgelopen dagen gesproken. Hartstikke leuk. Nou, bedankt voor het kijken. Wij gaan een laatste keer gassen. Mazzel. Houdoe. Houdoe. Houdoe en de mazzel.